Hey Ronald, in de aanloop op mijn video straks over dat ritmische logo en er komen nog wat andere technische filmpjes, wil ik eerst deze video maken voor jullie. En die gaat over keyframes en wat keyframes zijn. De meeste video editing programma's gebruiken keyframes. De een noemt ze misschien een marker, de ander noemt ze een punt. Je kan niet zonder keyframes om films, video's te maken, behalve dit soort one takes. Dit gaat in één keer en hoeft zelfs geen post-production. Het ziet er ook steeds anders uit in mijn geval. We gaan hiervoor, want ik heb alleen maar ervaring met Adobe. We gaan hiervoor naar Adobe Premiere Pro, zodat ik kan uitleggen want daar gaat deze video over, wat keyframes zijn. Premiere Pro. We moeten weer even in de hoek, hè? denk ik. Zet hem uh, beneden neer. Dat is, ja, dat is wel goed. Oké, okay, Premiere Pro. Uh, ik heb maar even wat uh, gezet. Ik doe even een video van mij op de tijdlijn zetten. Het gaat even niet om het materiaal. Het gaat erom wat keyframes zijn. Uh, we gaan dat is ontleden. Dat woord keyframe. Een key, sleutel, een plek, een, een punt, een marker zoals ik net al zei. En een frame, dat is een frame moet je zien als een foto. En daar komen we even bij uh, hoe, hoe nou, nee, dat weet misschien wel iedereen, maar hoe zit een, een video in elkaar? Nou, een, uh, de meest gebruikte video's zijn 24 frames per seconde. Dat zie je dan hier, deze is 25. Frames per seconde. Dat betekent eigenlijk niet meer. Als ik dan bijvoorbeeld heel erg inzoom. Dat betekent niet meer. Als dat je 24 fotootjes laat zien. In een seconde. Als ik dus hier elk streepje wat je hier ziet. Ik hoop dat je dat kan zien. Kan ik het? Nee, is elk, elke keer als ik een stapje ga, kijk. Dat is een foto. En herken je nog dat schrijfblok trucje met, uh, met, uh, wat, wat je misschien vroeger wel eens hebt gedaan? En elke foto is net even, verspring net even anders. Ze hebben ook uh, de one-stop-fotografie uh, daarmee uitgevonden. Hij heeft video's daarmee uitgevonden. Heel veel animaties zijn gemaakt met poppetjes. Met de one-frame, one-stop-shots. Dus 24 foto's in. 1 seconde, minimaal. Dus dat is een frame, als je praat over een keyframe. Als, ik, als je het materiaal bekijkt en je gaat naar de effects control, hier links, dan zijn de drie meest gebruikte keyframes, zijn de positie, dat is hier, er zijn de scaling, hè, dus het vergroten en verkleinen, en dat zijn het... Roteren. En als je die drie een beetje snapt, dan heb je eigenlijk wel een beetje alles onder de knie. Nou, niet alles, maar wel veel. De positie, en ik laat het even zien door een foto van mij. Boven, bovenop te zetten. We gaan dus eerst naar een scaling, want anders zou je het materiaal niet zien. De scaling wordt veel gebruikt. Hè. In, in Adobe uh, is scaling. Uh, nou ja, ook als in andere programma's, zo bedoel ik het niet. Maar in Adobe wordt een keyframe als een stopwatch symbool gegeven. En dat kan je redelijk goed verklaren met naar aanleiding van wat ik allemaal net zeg. Dus als je ergens op een beginpunt staat en je zou zeggen ik ga schalen, dan is, zie je dat de schaal nu 100% is. Hij staat boven het materiaal wat je al neer had gezet. Dus wil je een picture in picture bijvoorbeeld maken, dan zul je de schaling terug moeten brengen naar, in dit geval laten we zeggen, 20%. 20% dat is dus de schaling. Maar we hebben nog geen keyframe gemaakt, want als ik ga verplaatsen, we hebben alleen maar één keer gezegd tegen de schaal van het materiaal jij moet 20% worden. Pas als ik die stopwatch aanklik, dus ik activeer dat keyframe, dan zie je hem hier. Kan ik dat laten zien? Beter laten zien? Dus zit hier al in het hoekje. Zit die? Ik kan hem aanklikken. Dan zal ik hem eens een beetje verplaatsen zodat je hem beter kunt zien. Dit is dat keyframe wat we net hebben gemaakt. Dus als we de tijdlijn, deze tijdlijn, dat is dezelfde als die. Zit op, dat is dat keyframe wat we net hebben gemaakt. Er gebeurt helemaal niks. Een keyframe zet je neer, maar dat wil nog niet zeggen dat het wat doet. Pas als je een handeling verricht en we zitten nu in het schalen, dus je gaat naar een andere plek op de tijdlijn voorbij, ik zal hem ietsje groter maken, dus voorbij het eerste keyframe. Want anders heeft het nog geen zin. En dan kun je zeggen, van nou, ik ga van 20% naar 60. Dat kan je met de hand ook in tikken. En nu heb je verderop in de tijd. We hebben nog niet eens gekeken hoe lang het duurde, heb je een keyframe gezet. Dat is de kracht van keyframes bij schalen. Want op het moment dat we nu afspelen, klaar. Welkom in mijn keuken. Dat is wat een keyframe op schalen doet. En nu is het. Als je eenmaal door hebt hoe dat werkt. En er kan nog heel lang over gesproken worden. Maar dit is de basis. Heb ik nu geschaald. En wil ik de positie veranderen. Dan ga ik naar datzelfde keyframe toe. Naar de positie keyframe. Het tweede wat we in deze film gaan bespreken. Die klikken we aan. We zetten hem eerst op het eerste keyframe. Of je kan hem zelf naar voorzetten. We klikken de positie. Nee, wat zou ik zeggen? Ja, de positie klikken we aan. Of voordat we hem aanzetten, zetten we wat we hebben gemaakt door middel van motion. Op de plek die we hebben willen. En dan pas zetten we hem aan. Want zetten we hem niet aan. Dat kan ook. En in de hele Film video die je gemaakt hebt, blijf dan. Ik zal hem even langer maken, want het is een foto. Blijf dan die foto totdat je op het plekje komt waar die keyframe was, want waar is die gebleven? Keyframe van de schaal is weg op de een of andere manier, of heb ik het mis? Dan snap ik helemaal niks van waarom je dat doet. Ctrl-Z. Hier is een one-take. Oh, wacht, ik zit denk ik op de verkeerde. Daar is die weer. Hier zie je de keyframe die we net gemaakt hebben. Dat is altijd met zo'n one-take. Als ik hem hier wil zetten en ik zet de scale. Scale. Kijk, dat is een dingetje. Je moet altijd zorgen dat je hetgene waar je mee bezig bent, wel geselecteerd hebt, Want anders zet je de keyframe op het andere materiaal. Dus ik breng hem nu heel eventjes weer. En hier zie je een keyframe gezet. We moeten denk ik even bij deze tijdlijn blijven. Dan zie je wat er gebeurt. Met motion. We zetten we hem op het plekje. En dan blijft hij daar staan, zolang we geen keyframe zetten. Even het stomme geluid uitzetten. Zoals je ziet. Op het moment dat je hem ook wil laten bewegen, zet je natuurlijk het keyframe aan op de positie. Waar die staat. En zeg je, nou oké, okay, ik wil, en dat kun je doen met dit soort bewegingen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, met motion aan. Heb ik het lekker zelf in de hand. Je ziet het keyframe ontstaan op het scherm. Even snel over keyframes. Dan hebben we er nog één die we doen moeten? En dat is rotatie. En zo kun je al heel veel dingen doen. Rotatie staat op nul, dan is het recht. En op het moment dat ik op een plekje ergens in de tijdlijn, laten we zeggen aan het eind. Die rotatie 360 graden maakt bijvoorbeeld. En met enter zet ik dat weer, dat keyframe. Dan zal je zien dat, dat we nog wat gecreëerd hebben. Nou dat zijn keyframes en dat is ook de kracht van keyframes. Je kan niet zonder voor picture en pictures voor motions, voor rotaties. Maar het is nog veel ingewikkelder. Dat gaat heel ver. Deze basis wilde ik je vertellen voordat ik dat andere filmpje, videootje ga maken. Ik hoop dat je mijn video leuk vindt. Vind je hem leuk? Abonneer op mijn kanaal. Want er komen nog veel meer one takes. Dankjewel, later. Hè.